twee dames op het podium natuurlijk. Hè? We gaan naar de stelling. En de eerste stelling luidt als volgt. Door het aanpakken van langstudeerders kan er geïnvesteerd worden in kwaliteit. En dan kijk ik direct naar mevrouw Lucas. U bent van de Partij van de Staatssecretaris. U zegt net al heel kritisch over het ministerie. Moet de lat omhoog doen. Mag ook die microfoon gebruiken. Door... U mag die zelfs ook gewoon pakken. Het aanpakken van langstudeerders. Hoezo? Ja, sociaal. Ja, ik ben van de Partij van de Staatssecretaris. Ik ben niet van de partij die langstudeerregeling bedacht heeft. Dat bent u. Maar dat terzijde. nee, wij denken inderdaad dat de langstudeerregeling is voor ons primair een manier om geld vrij te spelen, om te kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Maar daarnaast denken we dat het wel degelijk ook effect zal hebben op de studievertraging, wat op dit moment echt een heel erg groot probleem is in dit land. Het kost ons jaarlijks 6 miljard aan zeg maar, studenten die te lang over hun studie doen of uitvallen. Dat is een enorme bedrag. Dat is natuurlijk ook in meegerekend dat ze pas later op de arbeidsmarkt komen en dus geld gaan verdienen en belasting gaan betalen. Dus dat telt ook mee. Maar dan nog is het echt een enorm probleem waar we mee kampen in dit land. Wij denken dat die langstudeerregeling daar absoluut een bijdrage aan kan leveren om dat probleem op te lossen. En we zien het nu ook al gebeuren. We zien nu al dat bijvoorbeeld studentenverenigingen hun taak, die ze ook altijd al wel hadden, maar dat ze dat nu veel serieuzer invullen om bijvoorbeeld ook te zorgen dat de studenten die lid zijn van die vereniging op tijd blijven studeren. Dus er worden bijlessen georganiseerd. We zien dat de hogescholen en universiteiten hun onderwijsprogramma's beter gaan inrichten, zodat het ook haalbaar is om op tijd af te studeren. En we zien bijvoorbeeld ook dat tentamens vaker herhaald kunnen worden, waardoor je gewoon op tijd kunt afstuderen. Dus we zien eigenlijk nu al, voordat de regeling echt in werking is getreden, dat ze het effect begint te sorteren. Nu hebben we een microfoon, dus nu kunnen we lekker toch nog onze vooroordelen wegnemen. Zullen we dat gewoon doen? Ja, ja, doen we. Ja. Ja, dus we gaan even dat doen, hè? En dan gaan we weer over die langstudeerders moeten praten. Nou ja, het is heel leuk. Het is ook erg leuk dat we zo staan. VVD en PvdA. Pas een coalitie. Want, nee, helemaal niet. Maar het is inderdaad zo dat ik eigenlijk veel meer een VVD-meisje zou kunnen zijn. En Anne-Wil eigenlijk een PvdA-meisje zou moeten zijn. Ik kom uit een zeer welgesteld milieu. Vader notaris, moeder doctorant Spaans. Alles gekregen in het leven wat er maar te bieden viel. Zeer verwend. Ik heb geen studieschuld, want papa heeft alles gewoon voor mij betaald. Dat zijn dus allemaal dingen waar die je niet bij mij zou vinden passen. Als je mij zo zou zien staan en je denkt van ze is van de Partij van de Arbeid, dan vul je daar vanzelfsprekend een aantal zaken bij. En het mooie is ook om het vooroordeel helemaal weg te nemen, want nu denk ik, oh ja, zo'n verwend meisje en die doet een beetje, speelt een beetje sociaal-democraat. Helemaal niet, want ik ben sociaal-democraat in hart en nieren. Ik geloof echt in die gelijke kansen voor iedereen. Ik geloof in eerlijk delen. Ik ben bijvoorbeeld, ik leef ook ontzettend eenvoudig. Ik heb geen auto, ik heb geen duur huis. Ik geloof echt in eerlijk delen. Maar we vinden dat wel heel leuk om dit eerst eventjes te plaatsen. Omdat het vaak zo is dat mensen, als ze iemand zien, dan hebben ze daar een bepaalde aanname bij. En eigenlijk vinden we dat ook in het hoger onderwijs. Hè, dat mensen zouden veel meer moeten leren. Ik ben het deels ook heel erg eens met wat Anne-Wil zegt. Die lat moet omhoog. Wat ook omhoog moet is, mensen moeten leren kritisch te denken. En niet allemaal aannames te hebben. Maar veel meer een open mind te hebben. Ja, dan zal ik ook even mijn achtergrond vertellen. Ja. Ik ben dus inderdaad van de VVD, maar ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader is automonteur. Mijn moeder was gewoon huisvrouw. We hadden thuis niet heel erg breed. Ik ben ook niks tekort gekomen hoor. Maar het was absoluut geen standaard VVD-gezin, denk ik. Ik heb erg hard, ja misschien juist wel, er werd gewoon keihard gewerkt. Ik heb hard moeten werken. Ik heb hard moeten werken om überhaupt te kunnen studeren. Mijn vader heeft vooral erg hard moeten werken om mij te kunnen laten studeren. En daarom heb ik vrij kort over mijn studie gedaan, 3,5 jaar. Dan wordt er gezegd, in 3,5 jaar, een studie van 4 jaar, 3,5 jaar doen, dan zul je er wel niks bij gedaan hebben. Dat is niet waar. Ik heb gewoon daarnaast ook nog kunnen werken. En ik was voorzitter van een van de commissies van de JOVD. Dus ik deed ook nog dat ding daarnaast. En ik denk dat dat ook wel mij gekleurd heeft hoe ik in deze portefeuille sta. Ik vind studenten niet zielig. Daar verschillen wij nog wel eens over. We zijn over heel veel dingen eens, maar op dat punt verschillen we nog wel eens van mening. Ik vind studenten slim.
Ik vind dat ze heel erg veel kansen krijgen in het leven door te kunnen studeren. En ik vind dat het ook hun plicht is om daar alles uit te halen. En ja, met die bril kijk je dan naar zo'n portefeuille en verklaart dat denk ik op sommige punten ook waarom ik me ja, heel erg thuis voel bij de VVD. Ook al nou, ben ik dus misschien niet een standaard VVD'er, zoals Tanja misschien geen standaard Partij van de Arbeid lid is. En ik denk dat, ja, je bent de regie helemaal kwijt. Ja, ik sta ademloos te luisteren naar deze vrouw. Ja, dat is leuk aan dit duo. Want, ja, wat ik het mooie is sowieso in de portefeuille hoger onderwijs in de Kamer, is dat iedereen, alle partijen het eigenlijk over het doel eens zijn. Dus dat die kwaliteit van het onderwijs echt omhoog moet. Alleen over de manier waarop we daar komen, daar verschillen we nog wel eens van mening. En ik denk dat Tanja ook die langstudeerregeling daar zou ik heel graag. Ja, dan gaan we daar weer naartoe, wat jij wil. Ja, heel graag. Die langstudeer, dus u zegt een paar dingen daarover, want Annelies zegt terecht waar we heel erg verschillen is onze benadering van de student. Ik ben ook niet voor de zielige student, maar ik ben wel voor die student die gemotiveerd is, die ambitieus is, die er iets van wil maken. En soms krijg je klappen van het leven waardoor je niet meteen die stap kan zetten en dan moet er een vangnet voor je zijn. Maar ik ben ook voor die ambitieuze en gemotiveerde student, absoluut. Ik heb een hekel aan die langstudeerdersboete. Ik word er echt helemaal gallies van. Met twee dingen. Allereerst vind ik, inderdaad, het is niet jullie idee, het was het idee van het CDA. Slecht idee van het CDA, die langstudeerdersboete. Omdat je daarmee niet echt, want wat wil je ermee bereiken? Ik heb het gevoel dat er nu een soort frame wordt gelegd om de studenten, want dat zijn die luie studenten die niets kunnen, niets willen. En ik waag dat absoluut te betwijfelen. Het is een deel, het is absoluut een luie om aan te doen, maar het is een veel groter deel dat absoluut heel hard best zijn of haar best wil doen. En juist die worden hierdoor gedupeerd. En de ellende is dat die studenten die lui zijn en eigenlijk met deze regel geconfronteerd zouden moeten worden, die hebben juist die gezellige rijke papi die het wel voor hun betaalt. Dat hoor je ook heel veel over. Ah joh, ik maak me helemaal niet druk. En het zijn juist, met name, ik heb zelf een groep jongeren die ik mag coachen, 30, uit Amsterdam Zuidoost. Allemaal jongeren die keihard willen werken, maar niet de sociale achtergrond hebben die past bij hun ambitie, om het maar politiek correct te zeggen. En wat je nu ziet, is dat een aantal van hen zegt, ik moet ermee stoppen. Er is geen geld thuis. Want ze hebben nog heel veel taken daarnaast. Dus ze zijn langstudeerders omdat ze te beroerd zijn om te studeren. Maar ze zijn langstudeerders omdat ze daarnaast een heleboel taken hebben. Ook nog eens een keertje. En dan denk ik, ja, dus het frame, dat stoort me. En ook gewoon de hele manier waarop het is gegaan, stoort mij. Dat het dus eigenlijk veel te snel is ingevoerd. Mensen hebben er niet aan kunnen wennen. Het is dus gedurende de rit echt de regels veranderen. En dat vind ik verschrikkelijk onfatsoenlijk en onrechtvaardig. Kijk, ik pak deze microfoon even, want de andere is. Heeft de masteropleiding is er eigenlijk gewoon een investering in jezelf. Waarom zou de overheid daar iets aan moeten bijdragen? Je krijgt je bachelor misschien, maar je master, dat kun je toch zelf doen? Mevrouw Jannensing. Ja, dit wordt ook weer fijn, want we gaan hier ook vrij behoorlijk bij elkaar eens zijn. Ja, je hebt de juiste stelling gekozen waar we het eens zijn. Maar kijk, want het zou heel hypocriet van mij nu zijn dat ik zeg van ja, maar wij hebben een ander idee hadden wij erbij. Wij hadden sociaal leenstelsel vanaf het begin. En nu heb je zo'n combinatie van langstudeerdersboete aan de ene kant. En aan de andere kant heb je dan in de masterfase dat je dan in een sociaal leenstelsel valt. Maar nogmaals, ik heb een heleboel argumenten naar aanleiding van deze stelling proberen te verzinnen waarom wij een beter idee zouden hebben. Maar wij zijn ook voor het sociaal leenstelsel. Dus is het enorm hypocriet om hier te gaan doen alsof wij een heel mooi antwoord daarop hebben. Kijk, het enige wat wij nu wel zien, maar nogmaals, ik wil niet hypocriet zijn, maar wat we wel zien is dat door een cumulatie van heel veel maatregelen, dus en die langstudeerdersboete en nou ja, noem ze allemaal op, alles wat er op de studenten afkomt, dat je wel merkt dat nu, dit is voor sommige mensen echt net een brug te ver. Dat ze zeggen, jezus, komt dit er ook nog eens een keer bij? Geef mijn portie maar een fikkie, ik hou ermee op. En dat vind ik dan wel heel erg jammer. Maar in essentie ben ik het eens met die stelling dat inderdaad studeren is investeren in jezelf. We hebben het er al over gehad, dus ik vind het nonsens om het nog een keer te herhalen. Ja, er is nu onderzoek gedaan door het ISO en daaruit zou blijken dat zeg maar, zo'n 10% van de studenten dus overweegt om helemaal geen master meer te gaan doen, omdat ze het zelf moeten gaan lenen en dus zeg maar, zelf moeten gaan investeren. Ja, ik geloof dat dat onderzoek is onder 2.500 studenten, dus dat zijn er ook niet heel erg veel, dus dat geeft misschien ook nog een iets wat vertekend beeld. En ik denk dat ook heel erg ligt aan hoe je het vraagt. Want als je het nu vraagt van als je het helemaal zelf moet gaan betalen, zou je dan wel een master doen? Dan zeggen studenten, nou nee.
Maar ik denk dat het een kwestie van wennen is dat studeren steeds meer investeren in jezelf wordt. En dat heeft natuurlijk ook een reden dat we, dat we die kant op moeten en dat ook de PvdA daarvoor is. Dat heeft gewoon te maken met dat steeds meer mensen in Nederland een hoger onderwijsopleiding volgen. Dat is eigenlijk supergoed nieuws, want we hebben met elkaar een ambitie afgesproken dat 50% straks hoger op is geleid. Nou, dat is fantastisch, maar dat gaat dus ontzettend veel extra geld kosten. En als je dat allemaal wilt kunnen blijven betalen, dan moet je ook kritisch naar het systeem durven kijken of het op deze manier betaalbaar blijft. Nou, dat is dus gewoon niet zo. We zien dat de studiefinanciering een steeds groter deel van het hele onderwijsbudget opslokt. Ik geloof dat het inmiddels zo rond 25% van het totale budget wat beschikbaar is voor hoger onderwijs, gaat gewoon naar studiefinanciering. Dat is allemaal geld wat je dus niet in de kwaliteit van het onderwijs kan steken, maar wat je dus steekt gewoon in wonen en leven, de kosten van mensen. Nou, daarnaast komt dan ook nog het leengedrag van studenten. Er wordt gezegd, ja, studenten hebben leenangst. Hadden ze maar leenangst. Ze hebben helemaal geen leenangst. Ze lenen alleen voor de verkeerde dingen. Ze lenen voor vakanties, ze lenen voor allerlei luxe goederen. Ze moeten gaan lenen voor hun studie. Kijk, dat lijkt me een ferme uitspraak die naast een vraag over dit onderwerp gaat. Ja, er gaan heel veel mensen stijgen die net op rust op reis van een studie zijn geweest, maar... Ja, ik had net eigenlijk een vraag eigenlijk niet precies over dit onderwerp. Dan mag het niet. Maar nee, we gaan een vraag over dit onderwerp stellen. Dan kom ik een parkeringetje zo meteen even. Hallo. Ja, dankjewel. Ik had een vraag, want jullie hebben het over extra onderwijs, maar dan moet je daar ook in investeren. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar simpelweg belonen, ook van docenten. Mijn vrouw is docent, wat krijg je dan? 60% onderzoekstijd, 40% onderwijstijd, of andersom, net waar je zit. En naarmate je meer subsidies binnenhaalt, kan je je onderwijstijd afkopen. En dat is het hoogste doel van een docent. Want hoe meer onderzoekstijd je afkoopt, of onderwijstijd, hoe meer onderzoek je kan doen, publicaties, citaties, en daar word je uiteindelijk professor mee. Dus de opmerking van net van ja, dan heb je pech, dan tref je een AJO. Nou, dan heb je meestal geluk, want die stopt nog tijd in het vak. Ja. Een professor die staat alleen maar. Ja, een prof die staat er gewoon even zijn uurtje vol te maken. Die doet het vak voor de 45ste keer en die heeft het wel gezien. Dus wat dat betreft, ook die discussie die Samson laatst had van draait het beloningsmodel om voor de straatwerker en degene achter zijn bureau. Als je excellent onderwijs wil, dan moet je kiezen. Dan moet je zeggen, wij investeren minder in onderzoek. En daar gaan we dus minder tijd voor vrijmaken. We moeten meer tijd stoppen in onderwijs en begeleiding. Ja. En dan kan dat. Ja. Maar de keurig die de universiteit is, die drijft op onderzoek en het onderzoeksgeld dat ermee gepaard gaat. Dat klopt. Helaas klopt dat helemaal. Het beeld wat je zo, daar hoor ik het ook heel erg veel. Aan de andere kant wil ik wel dat de universiteit een plek blijft waar onderzoek en onderwijs zeg maar, in gezamenlijkheid plaatsvinden. Want dat is zeg maar, de toegevoegde waarde ook van een universiteit. Dat je ook die studenten mee kunt nemen in dat allernieuwste onderzoek. Het moet wel zo zijn dat ook dat onderwijs gewaardeerd wordt. En het gekke is dat bijvoorbeeld op Harvard is men trots als men onderwijs mag geven. Dus hoe kan het dan dat wij dat hier niet zijn, terwijl zij in diezelfde rankings meedoen? Dus we zijn echt nog op zoek naar waar dat die prikkel vandaan komt in Nederland om zeg maar, onderwijs zo onder te waarderen ten opzichte van onderzoek. En waarom die rankings zo doorslaggevend zijn. En ik hoop dus met dat, die kwaliteitsbekostiging op basis van onderwijskwaliteit in ieder geval dat weer een beetje de goede kant op te trekken en te zorgen dat ook degenen die goed onderwijs geven gewaardeerd worden binnen dat universitaire systeem. Maar zover zijn we helaas nog niet. Ja, ik vind zeg maar de radicale opmerking van Samson vind ik daar heel mooi in inderdaad. Hè? Om ook het idee te keren en te kantelen. Want het is inderdaad zo dat nu is het zo dat onderwijzer en degene die onderwijs geeft, die staan onderaan aan de ladder, zeg maar. En hoe meer je onderzoek doet, hoe belangrijker je wordt in zo'n universiteit. En dat is heel erg jammer. Dus het zou prachtig zijn als het inderdaad omgekeerd wordt. Nee, degene die onderwijs geeft, daar hebben we de meeste waardering voor. Tegelijkertijd is het inderdaad zo. Kijk, met name een universiteit. Bij HBO kan je misschien nog met elkaar in discussie gaan. Maar met name de universiteit is natuurlijk wel een plek waar onderzoek moet worden gedaan. Juist ook om inderdaad naar al die rankings te voldoen. Om internationaal die faam die we toch wel hebben, te behouden. Maar die radicale gedachte, die is nu nog niet uitgewerkt. Maar het is natuurlijk ontzettend spannend om echt na te denken van hoe zetten we die leraar weer op nummer 1. En alles wat er omheen gebeurt, dus ook inderdaad wat deze meneer zei van de bestuurders en al dat soort mensen. Hoe zet je die ernaast, maar de leraar wel erboven. En nu is het meer de leraar bungelt ergens onderaan. Oh ja, er wordt ook nog onderwijs gegeven. Dus het is valikant fout in ons systeem. Meneer, op dit onderwerp?